Na de stroomstoring afgelopen weekend brandt het licht weer in het ADO Den Haag stadion. En dus kan er gevoetbald worden. Ajax komt op bezoek. Bij winst zou Ajax de koppositie weer over kunnen nemen van Twente. De eerste mogelijkheid is voor ADO. Poging van Romy Spielman. Dit is bondscoach Mark Parsons, aandachtig toeschouwer. Bijvoorbeeld voor Victoria Pelova, speelster van Ajax. Maar ook oudspeelster van ADO. Hier komt ADO op voorsprong. Het ziet er allemaal niet heel goed uit bij die corner achterin bij Ajax. Eerst laat doelvrouw Regina van de Eijk die bal door de handen glippen. Dan lijkt het een eigen doelpunt te zijn van Stephanie van de Gracht. Maar uiteindelijk is het Kirsten van de Westering die dat doelpunt op haar naam krijgt. 1-0 voor ADO. De laatste keer dat ADO wist te winnen thuis van Ajax in de competitie was in 2019. Toen scoorde Chastity Grant, tegenwoordig speelster van Ajax. Dit is een mogelijkheid voor Romee Leuchter. Ajax moet natuurlijk iets terugdoen in de tweede helft. En dat lijkt hier te gebeuren. Bal dik over de lijn, zien wij allemaal wel. Eén man niet en dat is de grensrechter. Doelpunt wordt dus niet rechtsgeldig verklaard. Maar het doelpunt komt er uiteindelijk wel. En het is inderdaad Chastity Grant met de gelijkmaker. De verdiende gelijkmaker voor Ajax. Ajax is goed bezig. 8 wedstrijden op een rij gewonnen in de Eredivisie. ADO 4 keer op een rij winst en beide ploegen gaan in de slotfase voor de overwinning. Tini Hoekstra krijgt hier de mogelijkheid, maar ze krult de bal net over. De laatste mogelijkheid is voor ADO uit een hoekschop. Van de Gracht kopt hem weg. Dan is het uitverdedigen niet goed. Gwyneth Hendricks met de poging en is die bal ook niet over de lijn geweest. Misschien gerechtigheid, doelpunt. Komt er niet. ADO Ajax eindigt in 1-1.